Hallo iedereen en waarschijnlijk welkom bij Vlogmas dag 1! Het is vandaag donderdag. We zijn begin november. 3 november? 2 november. En we gaan vandaag kijken voor een kerstboom. We hadden een super mooie kerstboom, echt niet normaal. Maar die is helaas veel te groot voor hier. Die was 2,40 meter. Ons plafond hier is maar 2,30 meter. We kunnen die erin proppen, maar dat is niet zo heel mooi. Dus we hebben hem verkocht aan ook een influencer, aan een content creator, Kim. Echt super lieve. Ik zal haar profiel hier ergens zetten of onder in de beschrijving even linken. Die komt die zaterdag halen. Maar dat wil dus zeggen dat wij een nieuwe kerstboom moeten hebben. We gaan voor een smaller model, want die was 1,60 meter denk ik doorsnee. Dus die is ook nog eens heel breed. Nox is trouwens hier aan het dansen op kerstmuziek. En Niels zei mij net, als we de boom toch al gaan halen, waarom zetten we die niet op? Want dat vindt hij het gezelligste aan kerst, dat er zo 2-3 maanden lang een kerstboom kan staan. En die zei, ja, als we die nu opzetten, dan begin januari afbreken, dan heeft die 2 maanden gestaan, dat is toch gezellig. En ik zei, oh my god, meent je dat? Oké, ik doe het. maar ja, moeten we er ook nog een vinden natuurlijk. Hè? We gingen eerst naar een middag, maar nu gaan we toch direct al zien. Ik wil ook even zeggen, in deze eerste vlog, want ik heb ook een tijd niet meer gevlogd, omdat met werk en zo alles was zo'n beetje zoeken. Maar ik wil ook even zeggen dat Nox dus niet in beeld komt, alleen niet herkenbaar. Dus als hij ergens toch in beeld gaat zijn of zo, dan ga ik hem waarschijnlijk zijn gezicht blurren of dat eruit knippen of zo. Je gaat hem wel kunnen horen of zijn achterkant zien of misschien een zijkant of weet ik veel wat. Maar niet meer herkenbaar zijn gezicht, omdat wij die keuze hebben gemaakt dat we toch zijn privé een beetje willen bewaren en niet per se alles over hem willen delen. Dus dan weten jullie dat voor degenen die mij niet op Instagram volgen of het verhaal daarover hebben gemist. Maar dat is een keuze van ons. Als jullie willen dat ik daar nog eens wat extra over vertel of zo, dan mogen jullie dat gerust laten weten. Maar dus geen Nox meer. Hij is zijn eigen persoontje en ja, als hij ook binnenkort naar school gaat, dan zou ik niet dat iedereen hem zo volle bak herkent. Dus daarom. Oké, Vlogmas. Ik wist niet zeker als ik Vlogmas ging doen dit jaar met werken en zo. Maar ik ga het toch doen. Ik ga wel echt al goed op voorhand filmen, zodat ik zeker genoeg content heb. Ik ben er nog niet uit als ik 2 dagen samen ga voegen. Dus om de dag Vlogmas ga online zetten of hoe ik dat ga doen. Misschien gewoon niet elke dag, maar dan om de 2 dagen. Want alleen, als ik werk natuurlijk, is er niks interessants om te vloggen. Tenzij we daarna zomaar iets doen. En op mijn werk ga ik ook niet vloggen. Allee, ik kan dat gerust wel eens doen. Ik denk zeker wel dat ze daar oké mee zijn. Als ik de winkel en zo stoom. Maar ja, ik ga natuurlijk niet daar behind the scenes filmen van het reilen en zeilen of wat we allemaal doen of zo. Maar ik denk wel als ik zo eens film van ben in de winkel en nieuwe dingetjes of zo wil laten zien, dat dat sowieso wel oké is. Mijn werkgevers zijn wel echt ook heel meegaand met alles en ook bezig wel met social media en zo. Dus dat is wel heel tof. Dat zijn ook echt lieve mensen allemaal. Oké, ik ga me schminken, want dan kunnen we vertrekken. Ik heb wel mijn kerstpyjama al aan, toevallig. Die heb ik wel 3 dagen aan of zo, want ik had het kou. En ik heb geen andere lange pyjama's dan kerstpyjama's, dus ja. Oké, tot zo. We gaan naar Van Kranenbroek gaan. We zijn vertrokken. Amai, ik word kei donker door de
We gaan dus naar Van Kranenbroek in Opglabbeek, is dat? Of Opglabbeek? Maar ik zeg Opglabbeek. En dat is echt gewoon dezelfde route naar mijn werk, maar dan een beetje verder. Ja? Oei, is Jacco gevallen? Oei oei, ik zal hem oppakken. Ik zal jouw koe uitpakken. We gaan eerst nog even stoppen aan het tankstation om iets te halen om te drinken. Wij zijn terug van Kranenbroek. Nox ligt in bed, een uurtje later als anders. Normaal gaat hij rond 12 uur slapen. Nu is het 1 uur, bijna 10 voor 1 of zo, denk ik. Niels en ik hebben broodjes besteld, ja, Milky. Dus wij gaan ik ga ze afhalen. Gaan we eten en daarna ga ik dan de kerstboom opzetten. Ik ga even laten zien wat we hebben gekocht bij Van Kranenbroek. Niet super veel, want ja, alles voor in de boom heb ik eigenlijk nog allemaal aan mij. Het waait trouwens echt super hard vandaag buiten. Hier gaan echt dingen waaien en zo, niet normaal. Oké, dus wat hebben we meegebracht bij Van Kranenbroek? Een kerstboom, die zullen jullie waarschijnlijk zelfs wel zien. Al het begin of zo. En misschien had ik de rest in een volgende vlog misschien laten zien. Dat weet ik nog niet. Maar alleszins dus een kerstboom. Ik hoop echt dat hem even mooi gaat zijn als die we hadden. Want ik vond onze kerstboom die we hadden echt super mooi. Die was ook echt heel vol. Was echt gewoon een heel mooie kerstboom. Die we nu hebben. Nu zijn we iets meer voor zo'n echt effect kerstboom gegaan. Dus die ziet er iets minder vol uit. Maar we vonden die wel mooi. En we zeiden, lijkt wel mooi. Laten we die proberen. Het is een beetje anders dan die we hadden. Maar ik denk wel dat die mooi gaat zijn. Ik hoop het. We zullen het zien. Maar normaal gezien wel. Dan heb ik een piek meegebracht. Dit is zo'n groene. Ik weet niet of jullie dat goed zien zo. Maar die is groen met zo goud. De kleuren in de kerstboom. Ik ga dit jaar terug voor groen, wit en hout erin. Want vorig jaar had ik wit, hout en rood gedaan. Maar ja, rood ben ik gewoon heel snel beu. Wat is dat? Zeg jij dat, Niels? Ja. Ah, oké. Maar rood ben ik echt snel beu in een kerstboom en in het huis. Want dat vind ik zo te veel na een tijd. Dus dit jaar ga ik terug voor groen. Dat is wat ik 2 jaar geleden ook heb gedaan. Van die elektrische kaarsen. We hebben er hier ook al staan. Want dat gebruiken we wel veel. En ik wil ergens nog zo van die hoge kaarsen zetten. Dan zijn die elektrische wel tof, want zo'n kaarsen echte brandt gewoon heel snel op. En dan moet je dat heel snel vervangen en dat kost wel wat. Dan zo'n deurhanger, goud kerstboompje voor onze krans aan de deur. Ik heb al jaren zo'n kransje voor aan de deur, aan de voordeur te hangen. Maar ik heb dat gewoon nog nooit opgehangen. Dat denk ik ooit eens van Alessandra en Thomas gekregen. 3 jaar geleden of zo, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik vind het echt super mooi en ik hang daar nu altijd ergens binnen met zo'n Tesa plakspijker. Maar ik wil dat gewoon graag aan de deur hangen. Dus ik dacht, ik pak zo'n deurhanger mee. Ik kan het ophangen. Dan heb ik nog 4 van die houten kerstboompjes meegebracht. Je ziet, dat is de achterkant en dit is de voorkant. Allemaal met zo houten stukjes gewoon. Dus die gaan mee in de boom. Dan deze kaarsen met een afstandsbediening en in zo'n groene kleur.
Omdat dat wel de kleur is van ons thema met de ballen, de kussens in onze zetel gaan ook groen zijn. De andere decor in het huis gaat ook groen, goud, wit, hout zijn. Dus die passen daar wel perfect bij. En hier gaan nog zo houten plankjes opgehangen worden. Daar hebben we mee gewacht tot onze tafel er was. Maar dat kunnen we wel in de week eens doen. En dan gaan we een traditietje starten met Nox. We gaan een kerstboompje in zijn speelkamer zetten. Ik heb nog een kleintje zo boven. En dan mag hij elk jaar zelf een kerstbal uitkiezen in de winkel. Eentje wat hij mooi vindt. En dan gaan we dan elk jaar een nieuwe erbij hangen. Dan gewoon een rode, denk ik, dat ik daarin ga hangen in zijn speelkamertje. En dan zo elk jaar een speciale. En we gaan dan met een stift of zo ergens opschrijven van welk jaar het was. En hij mocht kiezen. Eerst had hij deze gekozen. Super cute. Maar ik denk dat ik deze in de gewone boom ga hangen. Want daarna zag hij nog een andere kerstbal die hem nog liever wou. Maar ik zei tegen Niels, pak deze ook maar mee. En dan kunnen we die wel in onze boom hangen. En hij zag toen deze. Dat is echt gewoon voor het Max. Een tractor, kerstbal. Yep. Hij houdt van auto's, tractors, kranen, werkvoertuigen. Dus ja, deze kerstbal is ook gewoon op zijn lijf geschreven. Dus die gaan we dan in zijn kerstboompje hangen. Maar daar ga ik wel nog mee wachten, want ik ga zijn speelkamer vanaf, ik denk rond 11 november of zo. Als de Sint in het land is, dan ga ik zijn speelkamer nog eerst in Sint-thema doen ook. Want ik heb ook nog Sint-boekjes en Sint-versiering en zo, dus dat gaan we eerst doen. Dus dat boompje, dat kan pas na de Sint in zijn kamertje. En dan heb ik nog deze meegebracht, zo'n trein rond de kerstboom. Dat is ook gewoon leuk. Niels zei ook, dat is zo'n jongensdroom. Om zoiets rond de kerstboom te hebben als kindje. Zo schattig en fijn. En dan kunnen die kindjes daarmee spelen. Dus ik zeg, waarom niet een trein rond onze kerstboom dit jaar dan? Voor Max. Maar echt wel tof. Hij gaat dat echt heel tof vinden. Dus dat is wat we hebben meegebracht. Het was niet zoveel. En onze kerstboom was ook wel echt niet zo duur. Ik denk €139. Dus ja, allee, we zijn ook wel gewoon niet voor de duurste boom gegaan die er was. Omdat we zoiets hadden van oké, je gebruikt dat wel elk jaar opnieuw. Maar we wouden nu ook geen €300 aan de boom uitgeven. En deze vonden we heel mooi. En was niet te duur. Dus ja, ik ga nu onze broodjes halen. En dan daarna gaan we beginnen. Broodjes. Niels is aan het sukkelen met zijn broodje. Smakelijk. Ik heb even mijn kerstpyjama aangedaan. Deze is van de Hema. Ik heb een medium, maar die is echt heel oversized. Maar I love it. Echt, die is zo gezellig. Echt zo'n cozy pyjama. Die heeft ook zakken. En ik had, dat is voor een samenwerking trouw. Allee, nee, geen samenwerking, want ik word er helemaal niet voor betaald. Maar zij doen zo'n campagne voor War Child. Dus voor alle kinderen die in oorlog leven. En alle pyjama's die verkocht worden, dat geld gaat naar War Child. En ik werk daar nu al 3 jaar op rij ook aan mee. Omdat ik dat wel gewoon heel mooi vind. En mooi vind om te doen. Dus wat ik eigenlijk doe is stories maken en een post maken op Instagram. Gewoon gratis. Ik krijg in ruil wel die pyjama. Maar ik word er niet voor betaald. En hoeveel te meer mensen die kopen, hoeveel te meer geld natuurlijk voor War Child. Dus daarom doe ik dat, omdat ik dat gewoon een mooi initiatief vind. Maar ze hebben dus ook voor Niels en Nox ene gestuurd. Maar voor Nox hebben ze 4 tot 6 jaar gestuurd. En ik was net even aan het kijken, want ik dacht, oh, kan die straks ook aandoen? Maar die is echt veel te groot. Allee, daar gaat hij sowieso nog 3 jaar in zwemmen. Dus ja. Hey. Moet je alle bakken hebben? Nee, denk ik. Alleen met groene ballen. Ik heb trouwens goed nieuws voor u. Deze pyjama is er ook voor u. Dat is heel goed nieuws.
En ook voor Knox, maar veel te groot. Dat is positief. Jong. Allee, voor mij is die ook echt wel groot, maar ik vind het echt niet erg. Dat is gewoon super cozy. Ik had een small kunnen nemen, maar ik dacht, ik ga voor een medium. Dat dat zo lekker chilly willy is. En ik vind dit jaar ook wel heel mooie kleuren. Vorig jaar was rood met zwarte vakken zo, ook heel mooi. Maar deze vind ik tot nu toe wel het mooiste. Helemaal klaar, hè, om een kaart om te zetten. Anders als onze vorige. Deze is zo wat meer takkerig, lijkt meer echt, maar is ook minder vol dus, vind ik. Maar ik vind hem wel heel mooi, maar het is gewoon anders. Ik zie graag een hele volle, brede kerstboom, maar ik vind deze ook wel mooi. Maar ik vond onze vorige wel nog iets mooier. Maar als we nu zo'n grote, brede, zo'n volle wouden kopen, want groot sowieso niet, maar zo'n volle, dat was echt vanaf €300 die prijzen. Deze was €139, dus ça va nog wel dan. Omdat je dat toch een aantal jaren hebt. Ik hoop toch dat deze nu de komende 10 jaar meegaat, zeker. Zo ziet hem eruit. Oh. Wauw. Dan heb ik hier wel al kaarsjes gezet. Oh, dat zijn zo van die nep kaarsen en ook zo'n groen als een boom is, een kerstkussentje. Ja, Max heeft hier net in de zetel liggen rommelen. Deze, we wish you a very merry Christmas, en daar ook nog een kussen met sterren. En de rest ga ik eigenlijk nog allemaal aanpassen volgend weekend. Ik had jullie ook denk ik de tafel nog niet laten zien. Onze tafel is er nu dus. Echt heel blij mee. Ik vind hem echt super mooi. En nu ben ik wel aan het denken, die kerstboom daar zou ook heel mooi zijn. Maar ja, oké, zo is het ook wel tof, want zo is de tv-hoek een beetje afgesloten. Dan zie je hem toch als je in de zetel zit, maar vanaf hier zie je hem ook. Maar onze tafel trouwens, ik spring echt van de hak op de tak, maar onze tafel heeft nog altijd één IKEA poot, omdat ze die niet geleverd hadden. Dat zal zo nog 6 maanden zijn ongeveer. Maar ja, Muffin, niet op de stoel. Allee. Oh, we proberen die elke dag hier af te jagen. Maar het ziet er wel mooi uit, vind ik. Kijk, wauw. Ik vind het echt wel mooi. En dan komen ze volgende week. Ja, exact vandaag binnen een week komen ze onze glazen deur hier zetten. Dus dat gaat echt zo mooi zijn. Oh, ik kijk er echt naar uit. Yay! En hier is het even wel een rommeltje een beetje. Een timer opzetten. Timer? Dat ben ik vergeten. Ja, ik zal doen.
Sorry, maar hoe gezellig is het hier? Oh, echt waar. Kijk hoe gezellig. Ons boompje. De kaarsjes daar. Ik heb daar trouwens nog een kader opgehangen. Die hing eerst daar, maar nu staat de boom daar. En daar is hij ook wel echt goed. Oh, I love it. So cozy. Hallo, hallo. Ik denk dat ik niet meer heb gefilmd, alleen niks meer heb gezegd. Maar we hadden vandaag Friendsgiving. Het was echt super leuk. Het was met Kaylee, Jacques, Pippa was erbij. En dan Nikki en Isabel. En Niels, ik en Nox. En het ging hier bij ons thuis door. Ik had het hoofdje recht gemaakt. Ik ging kalkoen doen, maar kalkoen paste niet in de oven. Dus ik had kip, twee kippen. Zo gebraden in de oven. Dan had ik worteltjes, boontjes, witloof, karamelliseerd, garlic mashed potatoes, waren echt wel lekker. Gebakken aardappeltjes met rozemarijn, kroketjes, gravy saus, cranberry saus, appelmoes. Dus dat was echt heel veel. Dan had Nikki ook nog voorgerecht gemaakt. Die had pompoensoep gemaakt. En hapjes, ook heel lekker. Zo twee soorten van die wrap rolletjes. En dan scampi in spek gewikkeld. Maar och, dat was lekker. En dan had Kaylee nagerecht gemaakt. Appeltaart, zo warme kruimelappeltaart. Met ijs. Dus daar is Niels, die was nog even naar de kippen. Dus echt wel heel lekker. Er zijn deze nacht, spijtig genoeg, nog twee van onze kippen verdwenen. Dus we denken dat er een vos zit die niet meeneemt. We hebben nu nog twee kippen van de vijf. Wat heel spijtig is, maar ja. We kunnen er toch niet tegen gaan, tenzij zo'n hekje kopen. Maar ja, dat kost me echt 300 euro of zo. Of die elke avond in het hok gaan zetten, maar ja, daar denk ik ook niet elke avond aan. Hoe was het? Er zat een poen bij ons, een kat. Ah, daarom misschien. En ik hoorde die kippen best hard kakelen. Het scheen er echt, op het schuifhaafje. Ja. Twee ogen. Ik zeg, jezus, mee, laat daar zitten. Ik loop naar daar. Ik dacht dat dat een vos was of zo. Ah. Ja, de marter. Een vos is dat niet. Een vos mij is dan een marter. Ik denk een vos, want een vos neemt ze mee. En een marter blijkbaar niet. Een marter bijt ze dood ter plaatse, had ik gelezen, hè, maar ja. Kan, ja. Ja, alleszins hele fijne avond gehad. Het is nu 9:30. Ik stel voor dat we nog heel even de verhulstjes kijken en dan ga ik slapen. Maar waarom moet ik dan doen met een vos? Dan moet ik al pinnetjes eruit gaan zetten. Ja, ik weet het niet, babe. Dat moet niet. We zullen wel zien. Heb je nu het hok toegedaan? Mm-hmm. Dat is goed. Dan kan, zal ik dan morgen vroeg open doen. Wat? Ja, wel aan het denken dan, hè. Ja, ja. Het zit heel erg vast. Ja, ja. Doe dan morgen vroeg wel. Oké, ik ga denk ik hier ook vlogmas dag 1 afsluiten. Want ik heb wel wat gefilmd, deze vlog. Ik heb wel, er zitten twee dagen tussen, omdat ik twee dagen heb gewerkt. En dan heb ik s'avonds ook niks gefilmd of niks speciaal gedaan. Maar hopelijk vonden jullie deze eerste dag al leuk. Doe zeker thumbs up, laat een leuke comment na. Deel het ook in jullie story als jullie deze vlog leuk vinden. Als jullie aan het kijken zijn of zo. Vind ik altijd heel leuk. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dag iedereen. Dag. Ciao, kus.